De weken van de waarheid beginnen dinsdagavond voor de Graafschap op de eigen Vijverberg tegen ADO Den Haag. In de eerste ronde van de na-competitie wachten Tweeluik met de Hagenezen aan de mannen van Jan Vreeman om te laten zien of ze klaar zijn om mee te doen voor promotie naar de Eredivisie. We hebben er alles aan gedaan daarin. Alleen ja, straks in de wedstrijden zal het moeten blijken zeg maar, of we ook de goede dingen daarin in doen. Dan gaat het echt om alles en ook alles wat je hebt in huis, om dat in de strijd te gooien. Ja, uiteindelijk moet je natuurlijk morgen zien of we er klaar voor zijn, maar ik heb alle vertrouwen in. We gaan gewoon aan de bak. Wat verwacht je van die wedstrijd? Nou, vind ik lastig in te schatten. Gaat ADO gelijk ons onder druk zetten of gaan ze inzakken? Ja, dat is dus de vraag. Maar wij moeten gewoon zorgen dat we een goed resultaat neerzetten voor zaterdag. ADO, getraind door oude Graafschap-trainer Darije Kalesic, lijkt de laatste weken te zoeken naar de goede vorm. Toch verwacht Vreeman een lastige pot. De resultaten zijn wat minder, maar goed, ze staan nog steeds een plek boven ons. Dus zo slecht zijn ze niet, want ik vind ook niet dat wij het heel slecht gedaan hebben. Alleen hadden ze iets meer van ADO verwacht in zijn totaliteit, hunzelf en misschien ook wel de buitenwacht. Dan denk ik wel, maar ze hebben individueel natuurlijk goede jongens. Verdediger Rio Hille startte afgelopen vrijdag na zijn tweede blessure van het seizoen weer in de basis. Of dat dinsdagavond ook het geval is, wil Vreeman niet prijsgeven. Morgen kan er alles gebeuren, maar Rio in instantie is gewoon gestart. We moeten hem toch wat minuten in hebben. Nou, deze wedstrijd van Emmen leende zich daarvoor. En morgen start hij ook? Dat gaan we zien. De opstelling wil ik nog niet bekendmaken. Om toch een beetje ook een verrassingseffect misschien te creëren? Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar goed, dan gaan we zien of dat werkt. Hillen leek transfervrij de deur uit te lopen. Maar nu is het toch een mondeling akkoord met de Graafschap voor een lange verblijf in Doetinchem. Ja, daar kan ik niet heel veel over zeggen. Maar het is gewoon een mondeling akkoord. Dus dat is dat gewoon. Je hebt nog wel zin om hier nog te blijven en te laten zien wat je eigenlijk afgelopen seizoen misschien niet hebt kunnen laten zien. Ja, klopt natuurlijk. Seizoen met dalen en pieken, maar vooral dalen. En hopelijk kan ik dat beter doorzetten. In 2015 wist Vreeman met de Graafschap te promoveren als nummer 6 van de reguliere competitie. Parallellen genoeg dus met dit jaar, want Doetinchem sloot het seizoen af als zesde. Toch ziet de oefenmeester zichzelf niet als ervaringsdeskundige. Een paar jaar later heb ik er ook een keer voor gestaan. Dan zijn we in de eerste ronde uitgeschakeld. Dus ja, het is niet zo dat ik nu voor die groep sta dat het dan allemaal heel makkelijk gaat en dat ik weet hoe het allemaal zit. Want uiteindelijk zullen de jongens in het veld de wedstrijden over de streep moeten trekken. En dat het een groep is en voor elkaar wat wil, ja, dat zie je. Praat je dan nog veel over wat jullie toen meegemaakt hebben om te laten zien hoe mooi het kan zijn als je dan zo'n succesvolle na-competitie hebt achter de rug hebt? Nou, maar dat doen de jongens onderling. Ik denk dat dat gewoon veel belangrijk is. Het zijn momenten zeg maar, in je voetbalcarrière. Sommigen hebben het wat vaker meegemaakt. En die zullen het ook nog anderen weer wat vaker tegenkomen. Maar het zijn wel momenten zeg maar, die gebeuren niet vaak. En ja, daar moet je wel heel veel voor over hebben. En dat moeten ze beseffen.